Goeiedag. Deze 10-daagse weersverwachting markeert deze woensdag precies de overgang naar een ander weertype. We laten dat hele rustige najaarsweer achter ons. Met flink wat zonneschijn en ook nauwelijks wind. En dat zien we ook op deze foto nog terugkomen. Nauwelijks golven op het water. We zien ook de mensen langs de waterkant zitten. De temperatuur was vrij hoog voor de tijd van het jaar. Dat is wel iets wat we de komende dagen nog kunnen verwachten. Maar daarbij dus een totaal ander weerbeeld. Om die weersomslag wat beter te duiden, begin ik even met de windsnelheden wat hoger in de atmosfeer. De straalstroom, dat is de windsnelheid op 250 hectopascal. Tijdens het zomerhalfjaar speelt die straalstroom een kleinere rol van betekenis. Maar nu we wat verder in de herfst komen, nu de wisselvalligheid wat meer gaat toenemen, gaat ook de straalstroom een grotere rol van betekenis spelen. Heeft altijd een west-oost oriëntatie en hij meandert, hij slingert een beetje. Maar op het moment dat hij echt pal boven ons land komt te liggen en ook qua intensiteit toeneemt, dan kunnen we toch wel rekening houden met wat wisselvalliger weer. En hier zien we dat gebeuren, hoe hij vrij duidelijk met een zuidwestelijke oriëntatie boven ons land komt te liggen. We zien ook die wat donkerdere kleuren hier in het midden, daar waar de windsnelheden het hoogst zijn. En vooral ook als die lijnen wat dichter bij elkaar komen te liggen, als hij een beetje samenknijpt, dat zijn precies de plaatsen waar onder de invloed van die straalstroom lage drukgebieden tot ontwikkeling kunnen komen. En dat brengt natuurlijk een heel wisselvallig weertype teweeg. Hoe dat zich de komende tijd verder ontwikkelt, we zien hier ook nog een gebied waar die windsnelheid echt flink toeneemt, hier ten zuiden van Ierland. Dus dat geeft wel aan dat we de komende tijd echt wel met wat meer wind en dus ook wat meer wisselvalligheid rekening kunnen houden. Dan ga ik vervolgens even wat afdalen in de atmosfeer. Gaan we van 250 hectopascal naar de luchtdruk op zeeniveau. En ook de regengebieden die we bij ons kunnen verwachten. En al gelijk aan het begin van deze 10-daagse verwachting, tijdens de nacht van woensdag op donderdag, krijgen we met neerslag te maken. En dat komt door een koufront die gaat overtrekken. We zien hem hier liggen. Het is niet een heel uitgesproken koufront, maar het betekent wel dat er wat regen gaat vallen en dat er na dat koufront ook nog wel een paar losse buien tot ontwikkeling kunnen komen. Als dat koufront eenmaal is weggetrokken, dan komen we daarna tijdelijk even in wat rustiger vaarwater terecht. Maar we zien hier in de buurt van Ierland weer een lage drukgebied tot ontwikkeling komen. Ook de regenbanden die daar omheen vormen. En ook verderop in de periode op zondag zien we hier ook weer ten westen van Ierland opnieuw een lage drukgebied tot ontwikkeling komen. Dus als we dat nog even weer linken aan die vorige animatie van de straalstroom, dan vallen die puzzelstukjes wel een beetje op de plek. De locatie waar die lucht hoger in de atmosfeer, waar die windsnelheid toeneemt en waar vervolgens op grofweg dezelfde locaties die lage drukgebieden verschijnen in de weersverwachting. Wat de locatie van deze lage drukgebieden ook teweeg brengt, is een flinke zuidwestenwind. Om zo'n lage drukgebied heen is de stroming tegen de klok in. En ook in combinatie met die straalstroom geeft dat wel aan dat er een behoorlijke zuidelijke stroming op gang kan komen. Vooral in het zuiden van Europa is momenteel nog wel warmte aanwezig. Dus we krijgen met iets te maken wat wel op een Spaanse pluim lijkt. En dat is in de bovenluchttemperaturen ook heel goed te herkennen. En bij een Spaanse pluim denken we natuurlijk vaak aan de zomer. Echt die warmte vanuit Spanje. Bij ons temperaturen van meer dan 30 graden. Maar ook in oktober kunnen er nog wel weersituaties voorkomen die wel echt trekken hebben van een Spaanse pluim. Maar in plaats van 35 graden hebben we het dan over 20 graden of net iets meer. Die opstoot van warmte zien we dus in die bovenluchttemperatuur ook terugkomen. Als ik de animatie ga starten, zien we hier hoe die warmte in Zuid-Europa aanwezig is. En hoe dat tijdens het weekend met die zuidwestenwind al geleidelijk onze kant op getransporteerd wordt. En de meeste warmte wordt op maandag bij ons verwacht. Deze animaties zijn allemaal van het Amerikaanse weermodel. Maar hoe gaat zijn Europese tegenhanger daarmee om? Daarom kijk ik eventjes ook naar de temperatuurpluim van het Europese weermodel. En daarin valt die opstoot van warmte ook goed te herkennen.
na het weekend, vooral op maandag, zien we hier een piekje van de temperatuur in het midden van het land, zo'n 20 graden. En ook de dagen daarna zijn er nog wel een aantal leden van de pluim die voor een wat warmer scenario gaan, waarbij die temperatuur zo rond de 20 graden blijft schommelen. We zien wel dat het behoorlijk zacht blijft, ook in combinatie met die wisselvalligheid en dus die zuidwestenwinden die die milde lucht aanvoeren. Maar de meeste warmte wordt dus op de maandag verwacht door die Spaanse pluimachtige taferelen. Dan nog als laatste eventjes naar die wisselvalligheid kijken. Dat koufront tijdens de nacht van woensdag op donderdag valt ook niet te missen. We zien hier een hoge neerslagkans en ook de periode daarna blijft die wisselvalligheid nog in onze omgeving. Er zitten af en toe wel wat droge dagen bij en vooral als er buien vallen zijn er tussendoor ook wel opklaringen. De conclusie voor deze 10-daagse is dat we dus een wisselvallige weertype tegemoet gaan. Dagelijks kans op wat neerslag, maar door die zuidwestenwind, vooral na het weekend, wel tijdelijk flink wat warme lucht.